Het is 22 juni 2020 en dat betekent dat de maand juni bijna voorbij is en dat veel contracten over een weekje ongeveer 8 zullen gaan lopen en veel spelers transfervrij zijn. Natuurlijk gaat de transferperiode ook al bijna in en er zijn al veel clubs aan de beurt en aan het onderhandelen voor een nieuwe aankopen voor deze zomer. Wij gaan vandaag een transfervideo maken, gaan de nieuwste transfers in die transferwereld bespreken. Hopelijk heb jij zin in deze video. Doe je een blauwpje omhoog, abonneer vooral op Twinity. We zitten al bijna op 101.000 abonnees. Fijn om te zien, want we waren even voor de onder gezakt. Dus als je niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral. En laten we snel beginnen. En ja, je kan vanaf nu dus ook FIFA 21 pre-orderen in de PlayStation Store. Dan moet je natuurlijk wel doen met tegoed. Dan moet je PSN tegoed voor hebben. En wil je nou PSN tegoed hebben, kan je dat kopen op startselect.com. En op de site van startselect.com kan je met de code Twinity nog een kleine korting krijgen bovenop je aankopen. Waardoor dus die versie van 100 euro van FIFA, als je die zou willen kopen, een paar euro goedkoper is. Het is niet heel veel, maar toch, je mij er blij mee en ik kan daar ook giveaways doen tegen de periode dat FIFA 21 uitkomt en daarnaast heb je zelf een klein beetje korting. Goed, laten we snel beginnen met de video. Hey, echt letterlijk een paar minuten voordat ik wilde gaan opnemen werd deze bekendgemaakt. Maarten Stekelenburg heeft een overstap gemaakt van Everton naar Ajax. 100% zeker, ja weet je, oké. Ik weet niet heel erg wat ik hiervan moet denken. Dat is natuurlijk een 37 jaar oude keeper die waarschijnlijk niet eens gaat keepen. Ook als Onana weg zal gaan, kan Ajax veel beter investeren in de jeugd. En misschien zelfs een Kiel Scherp of zo'n ander talentvol keepertje hebben ze ook nog meer de kans geven. Ik denk dat Stekelenburg vooral als teammanagement gehaald zal worden. En nog 1 of 2 jaar in de wedstrijdselectie geplaatst zal worden. Echt minuten zal hij niet gaan maken. Ik denk ook niet dat hij zeg maar de bekerkeeper gaat worden. Lijkt me allemaal heel erg sterk. Ik vind het ook een klein beetje een weird flex van Ajax. Ik had eerder gedacht dat ze misschien nog gingen proberen als ze een oud keeper wilden halen. Cillissen zouden proberen terug te halen. Het kwam ook volledig vanuit het niets. Maar ja, op zich wel grappig dat Maarten Stekelenburg op 37 jaar oude leeftijd zijn carrière hoogstwaarschijnlijk gaat afsluiten bij Ajax. Alexis Sanchez is natuurlijk momenteel aanwezig bij Inter Milan nadat hij uitgeleend is vanuit United. Maar ja, ook zijn contract dus loopt dus ook wel af bij Inter Milan. Hij komt wel terug naar United. Maar Ronaldo, wel te verstaan Ronaldo de Lima, heeft hem een contract aangeboden bij Real Valladolid. Valladolid is het geloof ik. En ja, daar kan hij aan de slag gaan. Is een club van een lager niveau. Misschien meer het niveau dat Sanchez momenteel heeft. Want sinds hij bij United is, raakt hij geen peper nooit meer. Ik denk als hij daar kan voetballen, dat hij misschien wel beter uit de verf komt. En dat hij daar misschien wel wat doelpuntjes kan prikken. Ik zou het doen als ik hem was. Ik zou het echt wel doen. Weer een transfer die bijna 100% zeker is, is die van Schneiderlin. Speelt momenteel bij Everton, maar geloof dat hij daar, dat weet ik trouwens niet zeker. Dat moet ik even opzoeken. Niet veel speelt. Ja, 40% van de wedstrijden start hij in de basis. Dus in principe niet heel veel. Hij is ook al 30 jaar oud. 0 doelpunten of assists in het hele jaar. Hij is Frans en hij gaat in Frankrijk spelen. Het is bijna 100% zeker dat hij zal vertrekken bij Everton. Naast Stekelenburg dus ook Schneiderlin. En dat hij naar Nice toe zal gaan. Daar komt hij niet vandaan. Hij heeft namelijk vroeger gespeeld bij Strasbourg. En dat is niet Nice. Ja, dat snappen we allemaal wel. Maar goed. En bij Liverpool, ja, weet je, er wordt natuurlijk gesproken over versterkingen. Maar Heskey zei het ook vorige week in een interview. En je ziet het toch wel vaker staan. Moet Liverpool niet ook wat verkopen voordat ze weer nieuwe spelers gaan halen? Kijk, natuurlijk niet alle aankopen van Liverpool zijn geslaagd. En eentje die naar mijn mening eigenlijk de grootste mislukkeling is voor het bedrag wat hij heeft gekost, is Naby Keita. Niet eens omdat hij slecht presteert, maar gewoon omdat hij niet zoveel kan spelen als hij waard is. Dit leek ons en iedereen op het moment dat hij de transfer maakte van Leipzig naar Liverpool echt een topspeler. Hij zou misschien wel de beste middenvelder van Liverpool moeten gaan worden, maar hij heeft de kans misschien niet echt helemaal gekregen of niet helemaal benut. In ieder geval, ja, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, noem maar op, die spelen eerder in de basis dan Naby Keita. En vandaar, als Liverpool nog altijd nieuwe versterkingen wil gaan halen, wat ze ook blijven doen, dan zouden er ook spelers weg moeten gaan. En Naby Keita is op zich wel een interessant spelertje om te verkopen. Twee ploegen hebben interesse. AC Milan en Paris Saint-Germain. Hij zou wel rond de 50 miljoen moeten kosten. Ik denk als Milan hem wil dat ze daar wel het middenveld toch wel meer kunnen afmaken. En ja, Paris heeft wel een heel goed middenveld. Het is wel het beste van Naby Keita als hij vertrekt. Want ja, ik denk niet echt dat hij een hele goede toekomst tegenmoet zal gaan bij Liverpool. Of hij zal vanaf volgend jaar eens in de basis moeten spelen. Maar dat is toch wel lastig als je kijkt hoe goed het middenveld van Liverpool momenteel al staat eigenlijk. En ook Chelsea blijft maar kopen. Maar ook daar mag wel een speler weg. Kijk, Kante is misschien wel de beste middenvelder van Chelsea. Eigenlijk, op papier. Maar het afgelopen seizoen heeft hij niet echt een hele belangrijke rol gehad
bij Chelsea. In ieder geval de afgelopen maanden, de laatste paar maanden dat er gevoetbald werd, was hij niet een belangrijke middenvelder bij Chelsea. Ja, Jorginho, Kovacic, dat waren eigenlijk de twee meest belangrijke. Toen ook nog Mason Mount die een goede indruk achter heeft gelaten dit jaar. Maar ja, weet je, Kante is ook al een deel van het jaar geblesseerd geweest, maar nog altijd, ik begrijp wel waarvan waar de gedachte komt bij Chelsea om Kante misschien te verkopen. Ze zijn aan het bouwen aan een veel jongere elftal. Kante is al 29, gaat dus tegen die 30 aan. Binnen een jaartje of 2-3 kunnen ze er veel minder voor pakken. Dus als ze hem dit jaar verkopen, dan kunnen ze er ook nog heel veel geld voor krijgen. Ook een Real Madrid zou de ploeg zijn die Kante zou willen halen. Tenminste, dat is eigenlijk al heel lang bekend dat Real Madrid die ploeg zou zijn. Ook omdat Zidane Frans is en hij zou graag met Kante willen samenwerken. Ja, op zich zou het wel een van de leukste transfers zijn die we deze zomer kunnen gaan zien. Kante naar Real Madrid, die ziet niemand heel snel aankomen. Dat zou zomaar kunnen. Dissers, ja. Topscorer van de Eredivisie, gedeeld geloof ik samen met Berghuis, als ik het goed heb. Dat is interessant, want Heracles heeft een heel groot prijskaartje op Dessers gehangen. 6 miljoen euro vind ik best wel veel. Vind ik gewoon best wel veel. Kijk, hij is niet meer de jongste. Hij is 25, dat is niet meer een talent als je het zo mag noemen. Hij heeft bij NAC en bij Utrecht niet heel veel indruk achtergelaten. Bij dit seizoen pas, bij Heracles, doet hij het heel erg goed. Dus weet je, echt die transfer die jij wil maken, ik denk dat die kans best wel klein is door corona mede ook. Dat er nu zoveel geld op betaalt van een speler waarvan je niet zeker weet of hij wel zo goed gaat doen. 6 miljoen lijkt mij gewoon te veel geld. Er is wel interesse, vooral in België. Royal Antwerp zou hem willen. Daarnaast hebben we nog Genk, Fenerbahçe en Galatasaray uit Turkije willen hem graag hebben. Op zich is het best wel logisch. Hè? We hebben de topscorer van de Eredivisie. Hij is half Belgisch en nu heeft hij dan Nigeriaanse nationaliteit. Maar als ik Dessers was, zou ik best wel een overstap willen maken van Heracles. Niet dat het een kutclub is, vind ik veel wat. Maar ik snap het wel, een stapje ook erop, meer verdienen. Maar als Heracles 6 miljoen vraagt, lijkt mij de kans heel klein dat hij weggaat. En lijkt mij de kans ook heel klein dat in ieder geval een club uit België dat gaat betalen. Dan zou die dus misschien naar Turkije toe gaan. Want daar lijken me toch eerder dat soort bedragen te komen. Want daar smijten ze sneller met geld, denk ik, dan in België. Dist krijgt veel interesse natuurlijk. Wereldwijd, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern München. En hij wil zelf, heeft hij dus uitgesproken, dat weten we nu 100% zeker, alleen maar naar Bayern München. Ajax wil tussen de 20 en 30 miljoen vangen voor Dist. En in principe is alles rond. Het enige wat nu nog rond moet komen is een bot van Bayern. En dat is eigenlijk al heel essentieel, want zolang die er niet is, is er helemaal niks rond. Maar goed, als er interesse van Bayern is, dan is het transfer van Dest waarschijnlijk binnen een vingerknipje gedaan. En dan heeft Bayern weer een hele talentvolle back erbij. Dan hebben ze dus Dest op rechts en Alphonso Davies op links. Alaba wordt zelfs gelinkt aan de transfer weg. Ik weet niet of dat per se met Dest te maken heeft. Maar ik denk wel, als Dest inderdaad alleen maar naar Bayern wil gaan, zoals dat nu vermeld wordt, dat dit gewoon zijn toptransfer is. En Pep Guardiola heeft gezegd dat Leroy Sané weg zal gaan. En dat is ook dus 100% zeker. En eigenlijk sinds vorig jaar is er maar één club die interesse heeft in Leroy Sané. En dat is Bayern München. Vorig jaar gebeurde die transfer niet omdat Leroy Sané tijdens de transferperiode geblesseerd is geraakt. Vandaar dat Bayern toen heeft gekozen om Coutinho te lenen. Maar ja, nu lijkt het me heel logisch. Ik bedoel, Coutinho blijft nog wel tot het einde van het seizoen. Heeft zijn huurcontract verlengd. Maar het lijkt mij heel logisch dat daarna Coutinho niet verlengd zal worden. Ik geloof dat hij 70 miljoen moet kosten ook. En dat daarna gewoon Sané gehaald gaat worden. Ook Sané is heel duur, maar Sané is Duits. Sané is geloof ik nog jonger ook dan dat Coutinho dat is. En ik denk overal inderdaad ook gewoon wel dat Sané beter past bij Bayern München dan dat Coutinho dat doet. Al heeft Coutinho totaal geen slecht jaar gehad bij Bayern München dit jaar. Ja, even een interessant verhaaltje tussendoor. Hier is echt een transfer Longstaff. Die kennen we waarschijnlijk wel. Die wordt gelinkt aan best wel een aantal ploegen. Nu ook aan Udinese, een beetje een rare. Maar hij is ook wel eens gelinkt geworden aan United en meer grote clubs. Maar ja, nu komen dus dit soort verhalen naar boven. Want Newcastle heeft ook goede spelers die dus weg kunnen gaan. Maar ja, Newcastle heeft dus nu het geld van Saoedi-Arabië. En kunnen ze met dat geld hun gewilde spelers bewaren? En dat gaan we dus in de komende weken zien. Longstaff verdient 850 euro per week. En door het nieuwe geld van Saoedi-Arabië en waarschijnlijk geld als ze nog wel deels zouden liggen, weet ik veel, kan deze Longstaff nu een contract krijgen van 15.000 euro per week. Dat is dus meer dan 20 keer zoveel als ze eerst verdiende. En ik ben heel benieuwd of dit soort spelers nu dan gaan denken van ja, we blijven. Dan wordt Newcastle alleen maar sterker. Of denken dit soort spelers van nee, we gaan weg. Want het blijft Newcastle.
Ja, ik vind dat echt een interessant verhaal. Waarschijnlijk denken jullie van, ja, boeien me maar niet. Maar mij boeit het wel. Vandaar dat ik het bespreek. Oké. Ja, en ik had het al over Paris Saint-Germain in mijn vorige video. Die hebben problemen, hè. En Meunier staat nu in beeld. Maar ook Cavani heeft gezegd dat ze hun contracten niet gaan verlengen op 31 juni. Andere spelers, waarschijnlijk dus misschien wel, zoals Thiago Silva. En het is best wel fair eigenlijk dat je dat doet. Vertonghen heeft het ook gedaan, een contract verlengen voor 2 of 3 maanden tot het einde van het Champions League seizoen. En daarna mag je je transfer maken, want ze hebben de transferperiode ook verlengd tot en met oktober. Maar ja, Meunier en Cavani hebben gezegd van, joh, we willen onze contracten niet verlengen. Dus we gaan niet meer meedoen in de Champions League, noem maar op. We stoppen ermee op 31 juni. En ja, dit is gewoon letterlijk, dit mag gewoon. En Paris Saint-Germain heeft gewoon problemen, want ze raken gewoon 2 spelers kwijt die toch altijd wel bij de wedstrijdselectie zaten. Ja, over Meunier is meteen wel nieuws. Hij heeft een transfer op het oog naar Dortmund. En dat zou dus al kunnen vanaf 31 juni of vanaf 1 juli. En dan zou hij nog... Nee, hij mag dan denk ik zich niet aansluiten bij de Champions League selectie van Dortmund. Dat lijkt mij heel sterk. Zit Dortmund nog in de Champions League? Is al zo lang geleden. In ieder geval, ik denk niet eens dat dat mag. Want je mag niet voor 2 ploegen Champions League spelen in een bepaalde periode. Dus in het seizoen. Dus dat mag niet. Maar goed, hij gaat wel weg. En waarschijnlijk naar Dortmund. David, de Canadese aanvaller. Nummer 10 is het geloof ik op het veld. Goeie speler. Persoonlijk, ja, ik heb hem niet vaak zien spelen. Bijna nooit. Ik heb wel eens een momentje van hem gezien. En natuurlijk ken ik zijn FIFA kaartje. Zijn enorm goede Team of the Season kaart. Kijk, deze David wordt gelinkt aan enorm veel ploegen. Maar het interessante is dat Ajax heel vroeg al erbij was. Ajax wilde hem heel vroeg hebben. Maar wat je vaak ziet bij hele gewilde spelers, zoals dat ook een paar jaar geleden bij Richarlison was, voordat hij een overstap maakte naar Everton, is dat ze dan toch kiezen voor de grotere ploegen, voor het buitenland, in plaats van dichtbij naar Nederland dan te vertrekken. En ook deze David kan nu kiezen tussen de grootste ploegen van de wereld. Maar hij heeft dus al gezegd dat hij het liefste naar de Bundesliga toe gaat. En daar zijn 3 ploegen die over hem gaan strijden. Bayern München, Borussia Mönchengladbach en Dortmund. Dortmund is denk ik degene met de minste papieren in dit verhaal. Borussia Mönchengladbach heeft al een bod uitgebracht. Maar, niet genoeg. En ik denk ook niet dat ze kunnen voldoen aan de eis van David. Want ik heb het even gecontroleerd. Gent wil een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen. Maar Gladbach zou 25 miljoen geboden hebben. Als Gladbach niet meer gaat bieden, dan gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Ja, dan is Bayer eigenlijk de enige club die hem waarschijnlijk dan wel makkelijk kan kopen. Dortmund ook, maar die lijken ook niet heel erg met geld te willen gaan smijten nu. Vooral als ze ook nog natuurlijk Sancho hebben. En als hij verkocht wordt, ja, dan moeten ze gewoon op wachten. Maar goed, David naar Bayer, dat is eigenlijk de enige logische optie in dit verhaal. En af te sluiten bespreken we eentje die interessant is. Waar ook wel bronnen over zijn momenteel. Namelijk over Calvin Stengs. En daarmee eigenlijk bronnen over dat hij niet naar Ajax gaat. Hij heeft namelijk een klein sneertje uitgehaald in zijn vorige interview bij AZ. Hij zei daar, het is momenteel rustig. Boadu heeft dat ook gezegd. En de technische directeur van AZ ook. Ambities zijn er wel, heeft Stengs gezegd. Maar hij zei wel, ik wil wel naar een club die beter is. Nu is papier Ajax waarschijnlijk wel beter, hè? Logisch. Ik denk wel dat dat een beetje algemeen bekend is. Maar in vorige interviews hebben AZ-spelers zich wel laten uitgesproken naar buiten gekomen dat ze zichzelf beter vonden dit jaar dan Ajax. En dat ze in de wedstrijden tegen Ajax zichzelf hebben gedomineerd en dus eigenlijk de titel hadden verdiend. Ik denk eigenlijk dat de uitspraak van Stengs een kleine sneer is naar Ajax. Dat die Ajax op dit moment niet een betere club van dan AZ en dat hij daarom niet naar Ajax toe wil gaan. Ik denk echt dat dat zo zit en ik denk dat dat een hele logische redenatie is. Ik zie wel analisten die Stengs koppelen aan Ajax. Ik weet dat René van der Gijp dat ook heeft gedaan. Hij zei van ja, Stengs moet naar Ajax als opvolger van David Neres. Niet als opvolger van Ziyech. Frank de Boer hebben het ook gedaan. Maar ik denk dat deze kans heel klein is. En ik vind het ook goed dat bijna iedereen bij AZ, Stengs hebben we het dan over, Boadu hebben we het over, waarschijnlijk ook Koopmeiners, allemaal nog een jaartje zullen blijven. Alhoewel zal er interesse komen. Ik denk dat de kans nu nog aanwezig is dat ze allemaal blijven. Dat is echt interessant. Want dan is AZ volgend jaar weer een titelkandidaat. Nou, ik heb veel transfers besproken, echt heel veel, meer dan 10. Dus ik hoop dat je een leuke video vond. Dat je een blauw duimpje omhoog hebt gedaan. Abonneer op Twinity en zie ik je de volgende keer weer terug, jongens. Ballen, laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.